Hi, ik ben Helen en ik ben hier voor jullie voor een nieuwe Active Break. En vandaag gaan we ons een beetje op het stretchen toeleggen. Eerst moeten we daarvoor natuurlijk los zijn. Dus kom achter je bureautje vandaan. Schud de armen lekker los. En een klein beetje cirkelen met de schouders. Even grote cirkels maken. En ook voorwaarts. En even als een slappe pop om je heen. Onderrug losmaken. Laat vallen die armen. Heel goed. En even schudden. Oké. Goed, we gaan beginnen. Schud de benen nog even los. Ik wil gaan beginnen bij de nek en zo werken we naar beneden. Zet de voeten goed onder de heupen. Knietjes loslaten. Schoudertjes achter. En denk de nek. Pak de zijkant van je hoofd. Je ademt in en adem uit. Trek hem rustig opzij. Tot waar jij het prettig vindt. Niet er doorheen trekken. Altijd rustig met de nek. En op. Andere kant. Je ademt in. Adem uit. En los. Goed. Kijk je even over je rechterschouder. En in het midden. En links. Kin op de borst, hou even vast en achter in de nek. En wat ook een fijne is, is als je de onderkant oksel, voel je hem over je schouderblad heen lopen, de rek. En op de andere kant. De schouders weer rollen. En dan gaan we een actievere voor de rek doen. Eigenlijk een bewegende vorm. Armen open, schouderhoogte. Eén hand dicht. Je kijkt naar de open hand. Dus weer over de schouder heen. Je ademt in, adem uit. Andere kant. En wissel. En wissel. En de laatste wissel. Hou de armen schouderbreedte open en trek open. Breng de armen achter, open de borst. En breng de handen voor. Hoofd laat je los. En strek die armen. En laat vooral weer los. Goed, gaan we verder met de kop van de schouder. Je pakt je arm voorlangs en je duwt op de elleboog. Blijf goed rechtop staan. En hier aantrekken, aanhechting. En weer los, andere kant. En los. Kunnen we ook de arm achterbrengen? Je buigt de elleboog. Je brengt je hand tussen je schouderbladen. En je duwt hem naar beneden. En los. Andere kant. Elleboog, hand tussen de schouderbladen. En duw de elleboog naar beneden. Goed. Gaan we de arm even strekken. Goed langs je oor. Probeer hem echt achter je te brengen. En zijwaarts op. Adem in, op. En uit. Langs je oor, op. Buitenkant uit. Op. Buiten uit.
Adem in omhoog, beide armen. Adem uit, laag. En nog een keer, beide op. En laag. Schouders weer rollen. Altijd lekker om te doen. Maak het los. Goed. Krijgen we dan een actievere vorm waarin je eventjes de kracht vasthoudt tussen je schouderbladen. Je brengt de armen voor, je trekt de schouderbladen naar elkaar toe, hou vast. En adem in, laat los. Adem uit, hou vast. Adem in. Tussen die schouderbladen los te laten, zak je door de knieën. Je hoofd laat je los en je strekt even de armen voor, zo ver mogelijk. Strek uit. Nog 4, 3, 2. En dan gaan we door met de bolling van de rug. Handen op de knieën, kin op de borst en maak je rug bol. En strek jezelf uit. Maak een bolle rug. En hol. En bol. En hol. En kom rustig weer omhoog. Adem in. En los. Schouderrol. Altijd lekker. Goed. Gaan we even naar de romp verder. Je brengt de hand naar beneden, richting knie en de andere omhoog en kijk omhoog. Strek uit. Voel je hier de rek. En los. Andere kant, richting knie. Kijk omhoog. Gaan we de lengte van de rug pakken. Adem in. Kom voor. Adem uit. Strek. Laat je lichaam vallen. Knieën los. Kom omhoog. Schouderrol. Goed. Gaan we nog verder met de onderrug. Zet de voeten wat dichter bij elkaar. En je gaat rustig afrollen. Kin op de borst. Rustig laag. Hou de knieën gestrekt. Onderrug hamstrings. Bij het oprollen laat de knieën los. Kom omhoog. Maak je lang. Strek de armen uit boven je hoofd. Maken we nu die lange rug. Op. Eerst voor, strek uit. En laat weer los. Eventueel voor meer rek, pak de achterkant van je benen en je neus richting knieën. Bij het oprollen laat de knieën weer los. Schouderrol. Dan wil ik nog graag de spier die hier vandaan naar die rekken. Hoe doe je dat? Dat been laat je achter, je sluit de ander voor. Zelfde weer. Door het af te rollen. Nu achterkant been pakken en neus richting knie duwen. Zo ver mogelijk voor jezelf. Hou vooral achterste been gestrekt. En weer rustig op. Andere been achter, dus nu ga je deze pakken, rol naar beneden, achterste been, neus richting knie, en los, schud de benen los, adem rustig in, en uit, schoudertjes,
En ik wens jullie een hele fitte, energierijke dag toe. Tot gauw!